Welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag voor het eerst een Merklin trein. Het is een metalen trein. Het is een Italiaanse trein. Ik heb zo het modelnummer niet bij de hand. Deze komt uit een collectie van familie die ik overgenomen heb. Het is voor mij de eerste Merklin. Nou, ik heb eigenlijk alleen maar gelijkstroomapparatuur. Maar ik had al bedacht. Ik heb hier zo'n oude blok Fleischmann. Daar komt ook wisselstroom uit. En even aansluiten. Die is 14 volt. Deze dingen gaan tot 16, soms 18 volt. Dus ja, ik denk dat dat wel gaat lukken. Pantografen zijn helaas... een beetje naar de kaloten. Toen ik dit model aan het opzoeken was op internet, zag ik ze overal met de vierbenige pantografen. Dit lijkt toch echt een eenbeen panto. Ik ben benieuwd hoe dat komt. Even kijken. Want dit is wat ik had verwacht, zo eentje. Deze kan niet zo uitvinden van wanneer dat deze is. Belangrijkste, meest interessante is nog, doet hij het? Ik heb wel rails inmiddels ergens anders. Ik heb hem hier nog niet neergelegd, dus ik doe het eventjes met losse draadjes. En ik heb vrij weinig verstand van Merklin treinen. Wat in eerst kan nog komen. Eens kijken. Die hierop. Oh, dat klinkt als. Het klinkt als een oude koffiemolen. Maar zijn verlichting doet het nog. En hij rijdt. Dit lijkt ook een doel te hebben. En zo is hij stil. Ik had verwacht dat hij aan de andere kant op zou gaan rijden. Hij klinkt als een oude koffiemolen. Hij stinkt als een oude koffiemolen. Ik denk dat deze wel een schoonmaakbeurt kan gebruiken. En natuurlijk, wat zou erin zitten? Ik zie hier één hele grote schroef. Dat lijkt me een heel goed startpunt. Nou, deze trein is dus helemaal van metaal. De onderdelen zoals ik ze heb kunnen zien... Hier rondom de tandwielen zijn dat ook. Kijk eens aan. Er zit dus een stroomopname op de bovenkant van deze locomotief om ook via de bovenleiding te kunnen rijden. Er zitten aan twee kanten lampen. En deze schakeling is om te wisselen naar bovenleiding. Ah. Haal de stroom van de bovenleiding versus haal de stroom van de rails af. Nou, ik heb hier één los draadje. Ik ben benieuwd of hij het nu nog doet. Maar dat zou misschien wel de reden kunnen zijn dat hij maar één kant uit gaat. Oké. Ik ga heel eventjes uitzoeken waar dit mechaniek voor is en wat dit precies doet. Of alles wel klopt, ook dit losse draadje. Nou, de Merklin-kenners zullen het al gezien hebben. Dit is de omschakelrelais. Maar hiervoor hoort nog een stuk te zitten waar de kabels op gemonteerd zitten. Zodat je hem met een commando kunt laten schakelen tussen voor en achteruit. Alleen, wat ik zie is dat er een kabel hier rechtstreeks op gemonteerd is. Dat deze dus eigenlijk los in de lok ligt.
Moment, voordat hier kortsluiting is. Waarschijnlijk is toen ook de haak aan de andere kant eruit gehaald. De lamp hebben ze laten zitten, maar die worden eigenlijk nooit aangezet omdat de omschakeling defect is. Zij rijdt, nee, deze lamp doet het nooit meer. Hij rijdt altijd die kant op. Verder, misschien is op dat moment ook iets aan deze pantografen gedaan, dat er een oud setje opgezet is. Ik vermoed dat hier dus al eerder aan geknutseld is. Wat ik in ieder geval ga doen is deze klein stukje inkorten en aftapen. Je wil geen kortsluiting op je baan hebben. Maar misschien dat ik het met heat shrink wrap doe. En verder is dit wel een leuk dingetje. Mooi nog van metaal. Ik heb daar ook nog zo'n vleisband staan van helemaal metaal. Ik vind ze wel grappig. Eens kijken wat ik ermee ga doen. Dus tot zover mijn avonturen in een eerste Märklin-lok. Ik denk dat er nog wel meer gaan volgen. Als ik ze tegenkom voor een leuk prijsje en als ze iets bijzonders zijn. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat je het interessant vond. Like en deel en dergelijke. En tot de volgende keer.